In een feesttent op Sportpark Haasbroek opende burgemeester Liesbeth Bloemen vrijdag de 10e editie van het Dorpsfeest Zoeterwoude. Het Dorpsfeest Zoeterwoude 2019, de 10e keer, is hierbij geopend. Heel veel plezier! Vanmiddag hebben we, zoals je kan zien, de kaartmiddag en rummikuppen. De inwoners worden opgehaald als nodig is met busje. En een heel groot deel komt gewoon zelf, lekker op de fiets of lopend. En die kunnen hier gezellig met elkaar rummikuppen of glaven jassen. Ik begrijp dat het er wel fanatiek aan toe gaat. Ze willen allemaal winnen. Bloedfanatiek. Echt, wij hadden altijd gedacht dat het gewoon voor de gezelligheid was, maar het is echt gewoon bloedfanatiek. 'S Avonds trokken jong en oud vrijwillig door de sloten en weilanden van Zoeterwoude. Tijdens de baggercross moet je niet bang zijn om vies te worden. Een gierwagen, strobalen, autobanden en een slingertouw op het parcours zorgden voor extra baggerige resultaten. Noor, waarom doe je hier aan mee? Dat is toch helemaal niet leuk om vies te worden? Jawel. Wat is er zo leuk aan? Nou, het is leuk om met vriendinnen samen door de sloot te gaan. Ja, ging op zich wel goed. Lekker vies. Dat is goed te doen, denk ik. Ja, er zit wel wat modder op je gezicht inderdaad. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Wat is je tactiek? Heel veel trainen natuurlijk, maar niet in de bagger dan, maar gewoon de sportschool, dat werkt ook wel goed. Zaterdag werden er allerlei activiteiten voor kinderen georganiseerd. Boerderij Het Geertje verzorgde een mini-kinderboerderij. Er was een luchtkussenfestival. Goochelaar Mark gaf een show. En in de tent werden glittertattoos en smink gezet. Met de leden van de jongerenadviesraad werd geknutseld. Wij zijn bezig met knutselen. Je kan allerlei verschillende dingen maken hier. Zoals? Je kan tekeningen inkleuren en je kan kinetisch zand maken. En we zijn hier windmolens aan het maken. En dan hopen jullie natuurlijk dat er jeugd langskomt die zegt, ik wil ook bij de JAR. Ja, dat zou heel fijn zijn inderdaad, maar de meeste kinderen zijn wel iets onder onze doelgroep van leeftijd. Want hoe oud moet je zijn? Je moet echt op 7 of hoger zitten. Wat ben je aan het maken? Dat ziet er lekker uit zeg. Ja. Wat is het? Een varken. Een varken? Ja. Een cupcake met een varken erop? Ja. En hoe heb je dat gemaakt? Door de van dans te kneden en dan in een varken te vormen. We maken hier insectenpotjes en dan heel specifiek voor oorwormen. Want oorwormen die hebben een hele belangrijke bijdrage aan de natuur. Namelijk, die eten bijvoorbeeld luizen op in de tuin. Hoog bezoek op het Dorpsfeest in Zoeterwoude, want niemand minder dan prinses Fiona is aanwezig. Welkom prinses. Ja. Van waar uw bezoek aan dit festival? Nou, het is hier elk jaar weer zo gezellig en er zijn hier zoveel kinderen en dieren. En het is gewoon heel erg gezellig met alle kinderen en ouders. Dus ja, weer een hele happening. En de kinderen mogen met u op de foto. En doet u verder nog iets? Ook hier en daar even een knuffel krijgen van kindjes, of course. En, ik durf het bijna niet te vragen. Mag hoor, kom maar. Naast me Lord Farquhar, die mag natuurlijk ook niet ontbreken. Lord, welkom. U kijkt niet heel erg gelukkig. Is het wel leuk hier? Ik ben nog steeds op zoek naar een prinses. Maar voor de rest is het best amusant met al die kinderen en een hoop gezelligheid. Prinses Fiona is geen optie. Niet in die groene vorm. Walgelijk ogers. Altijd al bakker willen worden? Ja, altijd. Altijd. Wat ben je aan het doen? Ik ben een broodje aan het eiken bij de scouting. En zit je ook op de scouting? Zeker weten. Wat is er nou zo leuk aan de scouting? Nou, gewoon de groep, de mensen, de gezelligheid. Dat vind ik het leukste. Bij de scouting kan je heel veel dingen leren. Je hoeft niet van alles te kunnen voordat je erbij wil. Maar als je dan eenmaal erbij bent, dan komt dat allemaal vanzelf wel. Wat vind je nou zelf het lekkerst om te maken? Nou, ik vind een broodje wel erg lekker hoor. Ja. Na het optreden van de Originals betrad burgemeester Bloemen zaterdagavond plotseling het podium. En als ik mag jou melden dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd vanwege de aard, de duur, moet even spieken, de uitstraling en de betekenis je te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Hoe is dat om daar te staan en van de burgemeester 's avonds midden op het dorpsfeest dat opgespeeld te krijgen? Dat was een hele verrassing, maar wel eng. Ik was daar niet op voorbereid. Totaal niet eigenlijk. En ook niet verwacht. Maar wel trots en blij? Ja, natuurlijk wel. Ik vind het best wel leuk. Het is
heeft toch een waardering. Ja, niet verwacht. Nooit verwacht eigenlijk. En nu? Ga je nou met pensioen achter de granium zitten? Nee, natuurlijk niet. Ik moet nog 30 jaar doorgaan van, zei ze dus. Na dit gesprek nam Ad snel weer plaats achter de mengtafel. In de tent stond een line dance demonstratie gepland door de Sweetwood Country Dancers. Ook lieten leerlingen van dansstudio The Voice horen en zien waar ze het afgelopen jaar op getraind hebben. Aan de andere kant van de tent was een darttoernooi georganiseerd. Buiten streed de jeugd om een prachtige bokaal bij het Univé Panna toernooi. En ook het prijswinnende kadans mocht natuurlijk niet ontbreken. De sterkste van het dorp lieten ondanks de hoge temperatuur trots zien dat een trekkerband eenvoudig omgedraaid is. Traditioneel wordt het dorpsfeest afgesloten met een dorpsbarbecue. Heel Zoeterwoude zit gezellig aan tafel om met elkaar te barbecuen. John, je bent de hele vrijdag bezig geweest met vleespakketten klaarmaken. We zijn de hele vrijdag bezig geweest met alles voorbereiden voor de dorpsbarbecue. Hoeveel zijn het er? Ruim 200. En als het werk gebeurd is, dan kunnen de mensen kunnen we uitdelen en kunnen de inwoners van Zoeterwoude kunnen zijn eigen pakketje zelf bereiden en gezellig met elkaar opeten allemaal. Nou, we kunnen alleen maar terugkijken op een onwijs geslaagde dorpsfeest. Als je denkt dat het niet meer beter kan, dit jaar is ook gewoon weer de overtreffende trap geweest. Volgend jaar toch weer een elfde? Ja, natuurlijk. Wat ons betreft gaan we gewoon door tot we niet meer kunnen. Maar volgend jaar zeker een elfde.